الله أكبر الله bij de gemeenschap heeft aangesloten. De gemeenschap
die iets heel erg vanzelfsprekend vindt. Een gemeenschap dat wanneer je deze gemeenschap iets zou vragen, zouden ze allemaal volmondig ja zeggen. Maar ze staan niet zo vaak stil bij deze vraag. Een gemeenschap die het niet altijd laat zien dat zij dit ook daadwerkelijk doen. En het gaat om het volgende, geliefde aanwezigen. Een heel simpele vraag. Geloven wij in Allah? Het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala is voor ons iets vanzelfsprekend. Maar als we net de broeder hebben gezien en vele zusters die echt letterlijk op zoek zijn gegaan naar de betekenis van het leven, die echt op zoek zijn gegaan om antwoord te geven op de vragen zoals: waar komen we vandaan? Wat doen wij hier? En vooral, waar gaan we straks naartoe? Eindigt ons leven zoals een televisie uit wordt gezet? Gaat dan de stekker er bij ons uit? Of is er meer? Geliefde aanwezigen, Allah subhanahu wa ta'ala, die heeft werkelijk waar alles geschapen. En Hij is degene die doet leven en doet sterven. Dit is voor ons klare koek. Dit is voor ons iets vanzelfsprekend. Maar geliefde aanwezigen, ik meen het echt, we staan hier weinig bij stil. Het is zo'n vanzelfsprekendheid geworden dat we hier gewoon als het ware in het dagelijks leven ja, iets aannemen als het iets is wat gewoon voor onze neus ligt. Maar we weten allemaal dat wij iets hebben waar andere mensen naar op zoek zijn gegaan. Deze geliefde broeder die is een jaar lang heeft hij gezocht en hij heeft zijn Heer gevonden. En het is Allah subhanahu wa ta'ala die hem leidt. Men yahdihi Allahu fala mudilla lahu. En degene die door Allah subhanahu wa ta'ala wordt geleid, voor hem zal er geen enkele dwaling zijn. Dus geliefde broeders en zusters, Allah subhanahu wa ta'ala is degene die alles heeft geschapen. En hij is die doet leven. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons iets gegeven. Hij heeft ons iets gegeven wat ons een ander, op een ander opzicht anders maakt dan alle andere schepsels. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons het verstand gegeven. Geliefde aanwezigen. Het verstand van Allah subhanahu wa ta'ala heeft een bepaalde code. Er is daar een bepaald systeem in het verstand. Dat wanneer iemand zijn verstand op een goede manier gebruikt. En hij doet zijn hart open. En hij kijkt om zich heen. En hij telt alles bij elkaar op. Dan komt hij tot één conclusie. De conclusie dat Allah subhanahu wa ta'ala bestaat. En dat Hij alles heeft gemaakt. Dus geliefde aanwezigen. Voor ons is het, wij geloven in Allah. Maar we moeten daar eens een keertje bij stilstaan. Wij moeten eens een keertje stilstaan bij het feit dat wij geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk eens eventjes, vernieuw jouw iman, vernieuw jouw geloof. Poets dat goud, hè, goud wat je in handen hebt. En die jij vaak laat staan, wordt dof. Er komt stof op. En regelmatig moet je het oppoetsen, zodat het gaat glimmen, zodat het gaat schijnen. En zo is het ook met onze iman billah, geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Dus wij denken na, geliefde aanwezigen, als het goed is. En we kijken regelmatig om ons heen. En we richten onze blikken naar de hemel. En we zien de maan en we zien de sterren. En we zien de dag die verdwijnt en die gaat over in de nacht. En we zien de nacht die overgaat in de dag. En wij zien de schepen die op het water varen. En we zien de vliegtuigen in de lucht. En we zien onszelf. En we zien het voedsel wat voor onze ogen groeit. En we zien alles om ons heen. En dan gebruiken wij onze hersenen. Dan dienen wij ons verstand te gebruiken. En dan komen wij erachter, geliefde aanwezigen, dat alles niet zomaar geschapen kan zijn. Het moet met een doel zijn geschapen. Dus wij gaan op een gegeven moment, geliefde aanwezigen, gebruiken wij onze hersenen. En dan denken wij na. En op het moment dat wij nadenken, komen wij tot conclusies. Maar wij kunnen dan op een gegeven moment ook kiezen. Wij kunnen op een gegeven moment komen tot conclusie. Dit is goed en dit is fout. Dit is juist en dit is iets wat onjuist is. En we kunnen kiezen. Subhanallah. Wij zijn wezen met een vrije wil. Dieren hebben geen vrije wil. Een koe kan niet anders doen dan alleen maar grazen en weer terug naar de stal gebracht worden. Een koe kan er niet voor kiezen om vandaag bijvoorbeeld gras te eten en de volgende dag misschien iets anders. Nee, wij zijn mensen, wij hebben verstand gekregen en wij kunnen kiezen. En dan komt hier de keuze. De keuze waarvan wij net het bewijs van onze ogen hebben gezien, geliefde aanwezigen. Waar kies jij voor? Kies jij voor Allah subhanahu wa ta'ala of kies jij om niet te geloven in Allah? Kies jij voor het geloof? Of kies jij voor het ongeloof? Dit is iets waarin jij zelf de keuze kunt maken. En het bewijs daarvoor is nu geleverd door de broeder.
die nu net de keuze heeft gemaakt om vandaag moslim te worden. En wij zijn daarvan getuigen. En wij zijn al moslim. En wij staan daar dus verder niet bij stil. Maar deze broeder kan ons vertellen hoe het is in de tijd dat hij dus niet moslim was. En nu is hij dus wel moslim. En het verstand, geliefde aanwezigen, is een van de grootste gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft ons het verstand gegeven, die wij op de juiste wijze dienen te gebruiken. En het verstand is ook iets wat ervoor zorgt, geliefde aanwezigen, dat wij kennis opdoen. Dat wij leren, dat wij dingen gaan begrijpen. Dat wij de zaken die wij voor onze ogen zien, dat we die op de juiste waarde gaan schatten. Moet je horen wat Allah subhanahu wa ta'ala hierover zegt. Hij zegt, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى زيغت هير هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. زغ zijn degenen die kennis hebben, zijn degenen die hun verstand gebruiken, zijn degenen die door middel van hun verstand op de juiste wijze te gebruiken en die er dan achter komen dat Allah subhanahu wa ta'ala bestaat en dat hij degene is die verantwoordelijk is voor alles wat we om ons heen zien, dat hij de schepper is van Allah, zijn deze mensen gelijk aan degenen die hun verstand niet gebruiken, die niet nadenken, die alleen maar kijken wat er nu is en die proberen zoveel mogelijk uit het leven te halen? Dat is ook zo'n hele raar begrip. Je moet alles uit het leven halen. Dan stel ik mij de vraag, wat wil je eruit halen? Dan is er maar één antwoord, is dat je elke dag je eigen nefs, je eigen verlangen gaat achtervolgen. Dat wat jij ook, waar jouw nefs, wat jij ook maar naar verlangt, dat je daar een invulling aan dient te geven. En als je dat dan doet, dan heb je alles uit het leven gehaald, zeg ik. En dat is natuurlijk pure onzin, zoals wij zeggen. Alles uit het leven halen wil zeggen dat jij werkelijk waar jouw hele leven lang heb jij maar één doel voor ogen. Dat is jouw ontmoeting met Allah subhanahu wa ta'ala. Daaraan is alles ondergeschikt. Daaraan is jouw werken ondergeschikt. Jouw goede gedrag is daaraan ondergeschikt. Jouw ibadah, jouw aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala is daaraan ondergeschikt. Elke dag dat jij opstaat, weet jij, deze dag kan wel eens de laatste dag van mijn leven worden. En misschien ontmoet ik straks wel mijn Heer. Misschien eindigt mijn leven straks. Dus wat moet ik doen, liefde aanwezigen? Ik gebruik mijn verstand en ik stel alles ondergeschikt aan het feit dat ik straks de laatste dag van mijn leven moet ontmoeten. Dan pas haal je alles uit het leven. Dan pas kun je zeggen, ik heb vandaag de dag volledig benut. En natuurlijk hebben we plezier. En natuurlijk ontmoeten we elkaar. En natuurlijk socializen we met elkaar. En natuurlijk doen we dingen die niet altijd alleen met islam te maken hebben. Maar wallah, geliefde aanwezigen. Wanneer jouw doel het ontmoeten van Allah subhanahu wa ta'ala is. Wanneer dat jouw doel is en jij stelt daar alles aan ondergeschikt. En jij doet er alles voor om daar straks bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Dan worden al die dingen die jij nu in de normale dagelijks leven doet. Krijgen een hele andere waarde. Die krijgen een hele andere, een ander gewicht. Want dan wordt dat ook onderdeel van het ontmoeten van Allah. Dan is zelfs een wedstrijd voetballen zou wel eens iets kunnen zijn waardoor jij jouw krachten laat versterken. Waardoor jij je conditie toeneemt. Waardoor jij Allah meer kunt aanbidden. Dan wordt zelfs een stuk zoals een potje voetbal. Waar je normaal gesproken niet bij nadenkt, wordt dan op een gegeven moment onderdeel van jouw verstand gebruiken om Allah subhanahu wa ta'ala te ontmoeten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, zijn degene die hun verstand gebruiken gelijk aan degene die achterloos zijn? Is degene die wakker wordt om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden gelijk aan degene die blijft slapen? Is degene die zijn handen opsteekt aan Allah en hem vraagt om hem het goede te geven dezelfde als degene die Allah subhanahu wa ta'ala ontkent en die dan op een gegeven moment denkt dat hij het zelf kan gaan doen? Zijn deze gelijk? Hier hoeven we niet eens het antwoord op te geven. Allah zegt het ook niet eens. Hij zegt hier voorwaar. Het zijn slechts de bezitters van gezond verstand. Wat doen deze bezitters van gezond verstand? Wat doen deze mensen die hun verstand gebruiken? En die hun, wat zou ik zeggen, alles uit het leven halen? Zoals ik het net heb uitgelegd. Die trekken er lering uit. Wanneer zij hun verstand gebruiken, wanneer zij hun aql gebruiken,
En wanneer zij gewoon logisch nadenken, je hoeft hier geen professor voor te zijn. Je hoeft hier niet een van de Einstein voor te zijn om te weten dat al dit wat geschapen is, moet een schepper hebben. Als ik tegen jullie zeg dat dit stukje hout vanzelf hier is ontstaan, dan brengen jullie mij naar een gekkenhuis. En dan zeggen jullie tegen de dokter, deze man is zijn verstand kwijt, want hij zegt dat dit stukje hout zomaar uit zichzelf is ontstaan. En dan zijn er mensen, werkelijk waar, die tegenover duizenden mensen in grote zalen, met stropdassen en met mooie pakken, beweren zij dat de wereld vanzelf is ontstaan. En dan krijgen ze nog applaus ook, want ze hebben bewijs, want ze hebben botten gevonden en ze hebben dingen bestudeerd. En daar wil ik niks afdoen aan de wetenschap natuurlijk. De wetenschap, mashallah, die hebben heel veel zaken voor ons duidelijk gemaakt. Maar diezelfde wetenschap geeft elke keer weer bewijs op bewijs op bewijs op bewijs dat Allah subhanahu wa ta'ala de schepper is van alles. Geliefde aanwezigen, het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala is iets waarbij je stil moet staan. En als wij naar de schilderij kijken, dan zien wij dat de schilderij onderaan de schilderij staat een naam. Die schilderij heeft een schilder. He? Een boek die hij open doet. En je vindt het een goed boek en je leest het. Dan zie je aan de voorkant of de achterkant zie je de naam van de schrijver. He? Een gebouw die je ziet is ontworpen door een architect. En zo ook het heelal van Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kijk eens naar de maan, kijk eens naar de zon, kijk eens om je heen. Kijk eens om je heen en gebruik je verstand. En op het moment dat jij je verstand gebruikt, dan moet je weten, dan komt er iman in je hart. En die iman die in jouw hart zit, weet je waar die dan voor zorgt? Die zorgt ervoor dat jij op een gegeven moment geen zonde meer zou willen doen. Jouw iman zorgt ervoor dat jij er naar verlangt om zaken te doen waar Allah subhanahu wa ta'ala tevreden is. En die iman zorgt ervoor dat jij op een gegeven moment een afschuw krijgt. En dat je een angst krijgt en dat je weg wil gaan van zaken waarvan je weet dat Allah subhanahu wa ta'ala daar niet tevreden over is. Subhanallah, de gunst die Allah ons heeft gegeven, verstand, geliefde aanwezigen, we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons verstand die wij hebben gekregen, dat we die op de juiste wijze gaan gebruiken. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala dat wij gaan behoren bij de mensen die door Allah subhanahu wa ta'ala worden genoemd in de Koran, de mensen van gezond verstand. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خليفة أنغيزن How did moment fast? Toen je net de broeder hoorde zeggen La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hou dat vast. Hou die shahada die je hebt gehoord van hem vast. Ga voor jezelf ook een keer de shahada doen. Zeg voor jezelf de shahada alsof jij ook nieuw binnentreedt in de islam. Probeer voor jezelf dat gevoel te krijgen dat je als het ware weer opnieuw moslim bent geworden. Hernieuw, vernieuw jouw iman, vernieuw jouw geloof. Kijk om jou heen. Prachtig, Allah, prachtig, kijk om jou heen. Ik was in de zomer was ik in de Ardennen. En dan weten we allemaal, dan ga je varen. En dan kijk je naar rechts en naar links. En dan zie je die bergen die staan hoog. En dat water en alles. En subhanallah, dan denk je bij jezelf. Hoe klein ben ik? Hoe onbetekenend ben ik? Ik ben een stofje. Ik ben niet eens een stofje in dit hele universum. Maar dat stofje is wel geëerd door Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zegt, wij hebben de kinderen van Adam geëerd. Allah subhanahu wa ta'ala heeft mij geëerd. En hij heeft mij in de beste vorm geschapen. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Dat zegt Allah subhanahu wa ta'ala over jou. Dat stofje wat totaal geen betekenis heeft in het hele enorme heelal. Maar in de ogen van Allah. In de ogen van de schepper van dit hele universum. Ben jij de kers op de taart? Jij bent hetgene wat de schepping heeft afgemaakt. Hij heeft jou geëerd en hij heeft tegen de engelen bevolen om voor jou te knielen. Subhanallah, moet je kijken wat jij hebt gekregen. En hij heeft jou verstand gegeven. En hij heeft in jouw hart een leegte achtergelaten die alleen maar opgevuld kan worden. Met het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Met het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Met het dienen van Allah subhanahu wa ta'ala. Khairun nas yanfa'un nas. De geleerde van de profeet zeggen. De beste onder jullie is degene die zichzelf dienstbaar opstelt naar de andere mensen.
Subhanallah. Moet je horen wat Allah subhanahu wa ta'ala met ons heeft gedaan. En het gekke is dat vanaf de schepping, vanaf Adam tot zijn mensen, vroeger geloofden allemaal in Allah. En wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ja, Mohammed, als jij die Quraysh, als jij die mensen daar zou vragen wie de hemel en de aarde heeft geschapen, weet je wat die Quraysh, de mensen die niet in Mohammed geloofden, de mensen die van Allah hebben ontkend, of die Mohammed hebben ontkend, die zeggen, Allah, dan zeggen zij zeker Allah. Allah is degene die alles heeft geschapen. En dan zegt Allah, je zegt, alhamdulillah, alle lof zij Allah. Maar de meeste van hen weten het niet. We kennen allemaal die mensen die zeggen, ja, ik geloof dat er iets is. Ik geloof dat er iets is, maar wat weet ik niet. Nou, alhamdulillah, wij weten het wel. Stel je voor, hè, jij weet nog niet het geluk wat jij in jouw hart hebt. Dat weet jij nog niet, pas als het misschien weggehaald wordt. Het geluk, niet het geluk van geld, niet het geluk van bezittingen, niet het geluk van materialisme, niet het geluk van een hoge positie, niet het geluk van een mooie baan. Maar het geluk dat jij antwoord kan geven op de vraag, waar kom ik vandaan? Waar kom ik vandaan? Dan zeg je over Allah. Dit is een vraag waar die jij heel makkelijk zult beantwoorden. Maar stel dat je deze kennis nou niet hebt. Stel dat je dit nou niet weet. Stel je nou voor dat jij zoekende bent. Dat jij niet weet dat jij van Allah subhanahu wa ta'ala komt. En dan vraagt iemand aan jou, oké, jij bent van Allah. Maar wat doe jij hier? Als je dit zou vragen aan iemand die zegt, ja iets, dan komen we weer terug op het antwoord. Ja, ik moet gelukkig zijn. Ik moet alles uit het leven halen. Ik moet geld verdienen. Ik moet dit. Wij weten het. Wij zijn hier om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ik heb de jinn en de engelen, ik heb de jinn en de mens, met maar één reden geschapen. Eén reden. Dus niet twee of drie redenen, maar één reden geschapen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hij zegt, er is geen enkele andere reden waarom wij zijn geschapen, is dat om hem te aanbidden. Geliefde aanwezigen, dit is ons doel op aarde. Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. En wij moeten hier op aarde aan de mensen die Allah niet kennen. Hoe moeten zij Allah leren kennen? Echt waar. Ten eerste door hun goede verstand te gebruiken. Maar als zij op de een of andere manier hun verstand niet goed gebruiken, dan zijn wij degene die hun moeten laten zien dat Allah bestaat. Kunnen wij de wolken openzetten? Kunnen wij de lucht open tot ze Allah zien? Nee. Maar wij kunnen aan hun laten zien dat ons gedrag anders is dan andere mensen. Dat wij niet het wereldse leven najagen. Wij doen ons best. En als wij een hoge positie hier krijgen van Allah, zijn we daar blij mee. Maar die hoge positie is ondergeschikt aan het einddoel. Het ontmoeten van Allah subhanahu wa ta'ala. Heb je hersenen van Allah gekregen om te studeren? Dan ben jij verplicht om zo goed mogelijk te studeren. Dan moet jij jouw hersenen, jouw kennis, jouw IQ, jouw ni'ma, die gunst die van Allah hebt gekregen, moet jij op een gegeven moment dienstbaar gaan stellen aan de mensen. En ik heb het niet over dienstbaar stellen aan de moslims. Ik heb het dienstbaar stellen aan de mensen. Dit is ons land, alhamdulillah. Dit is ons land. Wij dienen eigenlijk de leiding naar Allah aan de rest van deze mensen te laten zien. Ons land bestaat uit christenen, joden, moslims, ongelovigen, alle soorten mensen. Wij zijn eigenlijk de voorlopers. Wij hebben de waarheid. Dat weten wij. En hier moeten wij gebruik van maken, geliefde aanwezigen. Wij moeten tegen de mensen moeten wij kunnen uitleggen dat Allah de enige is. Hij is de enige Heer. Hij is de schepper van het heelal. Hij is degene die onze aanbidding ook verdient. Hij is degene die onze aanbidding verdient. En die aanbidding, die heeft hij niet nodig. Die heeft hij echt niet nodig. Want hij is het samad. Voor hoe Allahu ahad, Allahu samad. Hij heeft niets of niemand nodig. Hij is zelfvoorzienend. Dat wil zeggen dat hij zichzelf op de een. Hij is degene die waarvan alles afhankelijk is. En niets waarop niets lijkt op hem. Geliefde aanwezigen, hij heeft ons profeten gestuurd. En zelfs ons verstand, als we nadenken, want dan hoor ik wel eens iemand die zegt, wij geloven niet in die sprookjesboeken van vroeger. Waarom zou Allah, de schepper van alles, waarom zouden deze boeken sprookjesboeken moeten zijn? Waarom geloof je wel in iets anders, maar niet in dit? Wij vinden het logisch, ons verstand vindt het logisch, dat Allah subhanahu wa ta'ala profeten stuurt naar ons. Maar waarom heeft hij geen engelen gestuurd? Als Allah subhanahu wa ta'ala engelen zou hebben gestuurd,
En die engelen zouden in de nacht gebeden verrichten. En ze zouden de maand Ramadan vasten. En ze zouden maandag en donderdag vasten. En ze zouden salaka geven. En ze zouden de omraaf verrichten en de hajj verrichten. En ze zouden vriendelijk zijn. En ze zouden nooit vechten dit en dat. Weet je wat wij dan zeggen? Ja, maar dat kunnen jullie omdat jullie engelen zijn. Daarbij kunnen dat niet. Dus dan kunnen wij ook die religie die door die engelen aan ons is uitgelegd, zouden wij niet kunnen aannemen. En daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala profeten gestuurd. Uit ons midden. Uit ons midden. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die ayah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah zegt, ik heb een profeet. Er is een profeet uit jullie midden, tot jullie gekomen. Een profeet uit jullie midden. Jullie vriend, degene die jullie al kennen. Degene waarvan jullie precies weten hoe hij is. Die persoon die is opgestaan en heeft gezegd, ik ben Rasulullah, ik ben jullie profeet. En dit heeft Allah gedaan, zodat de mensen hem kunnen geloven. Geliefde aanwezigen, Allah is één en niemand of wat dan ook is gelijk aan hem. We weten ook allemaal dat een land heeft één koning of één president. Stel je voor dat er twee of drie presidenten zijn, dan krijg je oorlog en chaos. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش Rabbul Arshi Amma Yasifun. Als er andere goden dan Allah zouden zijn, dan zouden de hemel en de aarde zeker vergaan. Maar verheven is Allah, Heer van de troon, boven wat zij hem toeschrijven. Geliefde aanwezigen, we kunnen hier nog heel lang over praten. We kunnen natuurlijk nog uren, echt waar, dit zijn uren en uren kunnen we hierover praten. Maar we moeten even iets nieuws verstand gaan gebruiken. We moeten hierna dit gebed, moeten wij bij onszelf gaan nadenken. Ik wil dat iedereen van ons gaat nadenken. Hoe is jouw geloof in Allah subhanahu wa ta'ala? Waarop is die gebaseerd? Is die gebaseerd op de rituelen aan de buitenkant? Is die gebaseerd op handelingen? Of is die gebaseerd op kennis en op liefde voor jouw schepper? Is die gebaseerd, heeft jouw geloof in Allah, heeft die als het ware wortel geschoten in jouw hart? Als jij ja zegt, dan is het aan de buitenkant van jou te zien. Dan zijn jouw handelingen overeenkomstig jouw geloof. Liefde aanwezig. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons te leiden aan al het goede in het huidige leven. En al het goede in het hierna.